Dames en heren, van harte welkom bij Spel Zonder Grenzen met deelnemers uit Schotland, Wales en Nederland. Jack, Jed, Chris, Scotland! Carlijn, Dennis, Josti, Harry, Olin, June, Paul, Emma, Paul, Wales, Bas, Joost, René, Mirjam, Holtwee! Eerste onderdeel is de darts quiz. Uw presentator Arjan van der Giessen. Good afternoon. I've got three questions for you. Which player has never been defeated in matches at the embassy? En het goede antwoord is Trina Gulliver. Helaas voor Wales en Nederland, alleen geraden door Schotland. Which player has won the most titles at the embassy? Dat is natuurlijk Eric Bristow, die 5 keer won. Een inkopper voor alle ploegen. Which player had the best average ever at the embassy? En opnieuw een makkie. Iedereen scoort. To announce the winner and the result, here's the lovely Mieke de Boer. At the second place is Wales. En dan gaan we naar de stand na het eerste onderdeel. Schotland heeft 3 darts voor de finale. Wales na barrage 2 darts en een slechte start voor Oranje. Second game, running around the lake. Competitors, are you ready? Yes. Get set. Go! En de deelnemers zijn weg voor de halve mijl rond het meer op de lakeside. Voor een lake lijkt het wel mee te vallen, maar verkijk je niet. Het is Holland 2 dat de leiding neemt en Holland 1 en Schotland doen goed mee. En Wales lijkt te moeten lossen. Wales in problemen bij de brug op ongeveer 1/3 van het parcours. En daar komt de kopgroep op het bospad langs het meer. Dan zijn we bijna halverwege en blijft het ongelooflijk spannend. En dan Holland 2 verliest de Stola. Holland 2 verliest de Stola en lijkt direct kansloos. Het is Schotland dat zich als een vis in het water voelt in dit soort situaties en deze wedstrijd gaat winnen. Holland 1 moet nog even aanzetten, maar wordt 2e voor Wales. En daar de achterblijver, 4e en laatste, het ongelukkige Holland 2. Holland 1, 2 darts, 2nd, en Schotland 3rd. Schotland wint in een tijd van 3 minuten 15 met een voorsprong van 6 seconden op Holland 1, 9 op Wales en maar liefst 22 op Holland 2. De tussenstand Schotland 4 aan de leiding, de rest volgt op eerbiedige afstand. The third game is the beer drinking contest. Meaning, whoever finishes his beer first with an empty glass and puts it on the table is the winner. Everybody ready? Go! Fantastische prestatie van Holland 2, waar Wales zich in verslikt. Ongelooflijk! En ook in de herhaling vliegt het bier werkelijk naar binnen. Geweldig! En een laatste applaus voor Mirjam van Holland 2. En het is echt waar, Oranje drinkt Schotland en Wales onder tafel. Holland 2 verdrinkt Wales nu naar de laatste plaats. Schotland nog altijd aan kop. En dan natuurlijk de grote dartsfinale. Waarin Wales, Holland 1 en ook 2 het wederom moeten afleggen tegen Schotland. Dat met zijn 7 verdiende pijlen uitkomt op een totaal van 10 points voor Schotland. Toch nog een sportief succes voor Schotland dit seizoen. Dat eindigt op 10 punten. Holland 1, 5. Holland 2, 4. En Wales, 3. Cheers! Cheers.